Goedemiddag allemaal, uh, ja, mijn naam is Maarten de Jong, ik ben van de firma CEDEL. Uh, ik ga vandaag wat vertellen over een ons ontwikkeld product genaamd de SEM. Uh, kort nog even over onze firma. Uh, we zijn een ingenieurskantoor op het gebied van duurzame energie. Uh, wij doen veel aan engineering, denk ook aan grootschalige zonne-energieprojecten. En we houden ons bezig met diverse innovaties op het gebied van duurzame energie. We voeren ook keuringen en inspecties uit aan onder andere uh, PV-systemen, dus zonnepaneelinstallaties. Uh, nou ja, monitoring, wat dus vandaag een heel belangrijk uh, punt gaat worden. Daarnaast hebben wij een webshop en uh, zijn we ook groothandel van een aantal producten. Dus ook voor gerelateerde uh, producten komt u bij ons terecht. Nou, ten eerste, waarom uh, zou je willen monitoren? Nou, de uitrol uh, van slimme meters. In België ook uh, de digitale meter genoemd, wat eigenlijk een betere benaming is. Uh, het kan mensen helpen met uh, besparen. Uh, voornamelijk door het wijzigen van uh, gedrag en ook het inzicht uh, die het biedt. Uh, ook een controle van energierekening is een, uh, is een handig punt. En ook in sommige gevallen uh, komt de wetgeving eraan te pas. Uh, die het je verplicht kan stellen, zeker bij bedrijven, om uh, ja, uh, inzicht te bieden in de... Uh, energierekening. Nou, dan ons product uh, dat heet de SEM. Uh, daar ga ik me voornamelijk uh, op richten. Uh, kort gezegd kun je de SEM zien als een uh, klein computertje die in de meterkast uh, te installeren is, ook met zijn eigen opslaggeheugen. Uh, waar diverse meters uh, op aan te sluiten zijn. Um, ten eerste, voor de SEM is het natuurlijk ook belangrijk dat hij zelf uh, voeding en internet heeft, want anders heb je natuurlijk geen manier om de gegevens te benaderen. Um, nou ja, wat kun je er allemaal mee monitoren? Nou, een belangrijke is de, uh, de slimme meters of de digitale meter. Um, watermeters zijn ook uh, te monitoren en daarnaast diverse kilowattuurmeters. Uh, dat zijn uh, stroommeters waarmee, waarmee je bijvoorbeeld bepaalde elektrische groepen in de woning kunt monitoren. Denk aan de groep van een laadpaal... van een warmtepomp of van een zonnepaneelsysteem. Dus ik ga nu een aantal van die uh, zaken ga ik nu wat uh, uh, balans... Uh, om ook uh, aan te geven van, nou, hoe dat er dan uitziet en wat je te zien krijgt. Uh, nou, ten eerste dus de, de slimme meter. Um, nou, wat een belangrijke daarin is, is dat de, uh, de slimme meter die geeft... als je geen zonnepanelen hebt, alleen inzicht in je, nou, in je verbruik... Uh, en daarnaast ook gas, als je nog een gasaansluiting uh, uh, hebt... heb je wel zonnepanelen. Uh, Dan geeft de slimme meter inzicht in wat je afneemt uit het net of wat je teruglevert aan het net. Uh, dat staat dus niet gelijk aan je eigen verbruik en je eigen productie, omdat die zaken met elkaar verrekend worden. En nou ja, wat er overblijft, dat gaat dus terug het net in of dat moet je uit het net halen als je nog niet genoeg productie hebt. Uh, nou ja, en de sem biedt dus inzicht in die uh, daadwerkelijke energiestromen, dus wat je afneemt, wat je teruglevert, ook wat je eigen verbruik is en wat uh, je zonproductie is. Maar daar kom ik zo. Uh, Verder op uh, terug. Uh, dan zonnepanelen en eigen verbruik. Uh, zoals ik aangaf, is het mogelijk om met kilowattuurmeters uh, de opbrengst van de zonnepanelen te monitoren. Uh, wat de SEM daarmee kan, is die kan de opbrengst van de zonnepanelen verrekenen uh, met hetgene wat de digitale meter uh, doorgeeft. En op die manier kan die uitrekenen wat het daadwerkelijke eigen energieverbruik in de woning is. Nou ja, en dat is natuurlijk iets wat, uh, wat zeker tegenwoordig heel erg relevant is, uh, in ieder geval in, uh, in België. Um, nou ja, en dat levert dus een heel goed totaalplaatje eigenlijk op van, uh, van de energiestromen in, uh, in de woning. Uh, je kan dus bijvoorbeeld uh, in de app van de SEM uh, alle aangesloten meters uh, individueel bekijken in een uh, beknopt overzicht in het dashboard. Uh, daarnaast is het mogelijk om iedere meter afzonderlijk te bekijken. Dus iedere meter heeft nog zijn eigen dashboard. Uh, en daarnaast is het ook mogelijk om dag, maand, uh, jaargrafieken te bekijken. Uh, zowel op de, via de app, uh, wat, je, wat je hier te zien krijgt, uh, als via de webbrowser op een. Uh, op een computer. Nou, daarnaast zijn er ook nog overige meters uh, uit te lezen. Uh, we hebben hier dan even een voorbeeld van de gasmeter en de watermeter. In veel gevallen bij de digitale meter gaat het gasverbruik uh, komt via de P1-poort uh, binnen. Uh, dus dat wordt gewoon via de uh, slimme meter uh, doorgegeven. Um, maar goed, eventueel losse gasmeters zijn ook uit te lezen. Uh, watermeters, uh, maar dus ook extra kilowattuurmeters voor bijvoorbeeld een laadpaal of uh, warmtepomp. Nou, dan nog even korte voordelen die dan de de Sam biedt. Je hebt dus real-time de energiestromen in beeld. Er is geen abonnement. Uh, dus de aanschaf is echt eenmalig en daarna heb je geen uh, aanvullende kosten. Uh, nou, je kan alle gegevens heel eenvoudig bekijken via je smartphone, via de app, um, op een tablet of een computer via de internetbrowser. Uh, we werken uitsluitend met lokale opslag van gegevens, dus uh, geen clouddiensten. dat is in het verleden bij, uh, is dat ook wel eens een probleem uh, gebleken als bijvoorbeeld een uh, een ontwikkelaar ineens de stekker uit een cloudplatform uh, uh, trekt. Dus je hebt alles in ieder geval in eigen uh, beheer. Um, nou ja, daarnaast bieden we ook notificaties aan. Dus heb je bijvoorbeeld uh, dat het verbruik een door jou ingestelde waarde overschrijdt. Of als de zonnepanelen het niet doen om wat voor reden dan ook. Dan kan de SEM je daar tijdig uh, van op de hoogte brengen om modus ook geld te besparen. Uh, daarnaast is het ook mogelijk om de, SAM, uh, of om de gegevens te exporteren. Uh, dat kan naar, uh, naar Excel. Maar we hebben ook een API waarmee het mogelijk is om de gegevens uit de SEM in eigen toepassingen te gebruiken. En dat is voornamelijk interessant voor bijvoorbeeld bedrijven of ontwikkelaars die de SEM willen gebruiken voor het monitoren, maar hun eigen portal bijvoorbeeld hebben en die ze dan willen voeden met gegevens uit de SEM. Um, nou ja, goed, een aantal zaken uh, die ook voor ons belang, uh, belangrijk zijn. Dus wij krijgen natuurlijk ook veel vragen vanuit de Belgische markt. Uh, wij, hebben dus ook, uh, nou ja, goed, wij zijn dus ook op de hoogte van alles wat er nu speelt. Um, en aan de hand daarvan hebben we dus ook wat, uh, zijn we ook met een aantal zaken bezig. Uh, zo gaan we het mogelijk maken om uh, separate tarieven uh, in te voeren in de SEM voor afname en teruglevering, ook wel injectie. Uh, genoemd zodat het heel duidelijk is, uh, um, nou ja, wat je daadwerkelijk nog terugkrijgt voor de energie die je injecteert qua kosten. Um, we willen het ook mogelijk maken om heel duidelijk gesplitst uh, afname en injectie. Uh, weer te geven in plaats van dat saldo, wat de slimme meter normaal gesproken weergeeft. Hè, dus dat die alles op de grote hoop uh, gooit. Dus dat willen we gescheiden weergeven voor een uh, beter inzicht. Daarnaast hebben we nou samengewerkt met Fluvius, hebben zij de SEM ook, uh, ook getest. Nou ja, zo kunnen we er ook voor zorgen dat die volledig compatible is met de Belgische markt. Nou, we hebben twee uitvoeringen van de SEM, de SEM Basic en de SEM Plus. Ik zal even... Een SEM erbij pakken. Um, dit is dus het kastje. Ik heb hier een, uh, een SEM Basic. Um, SEM Plus lijkt, uh, <laughs> lijkt hier heel erg op. Ik zal het nog even voor de camera houden. Het verschil uh, zit hem in een aantal, uh, uh, eigenlijk in de hoeveelheid meters die uitgelezen kunnen worden. Dat ga ik nu even uh, kort bij langs. Met de SEM Basic is het mogelijk om uh, een hoofdmeter uit te lezen, bijvoorbeeld een, uh, een digitale meter of een slimme meter, uh, en heeft ook een grootverbruik aansluiting. Dus als u de SAM gebruikt in uw uh, bedrijfspand, zelfs als u een grootverbruik aansluiting heeft, kunt u die monitoren. Uh, daarnaast is het mogelijk om nog twee extra pulsmeters of sensoren aan te sluiten. Dus dat kan een pulsmeter voor de watermeter zijn, dat kan een kilowattuurmeter voor de zonnepanelen zijn. Dus twee stuk's uh, in totaal. Uh, nou ja, dat maakt de SEM dus uh, geschikt voor woningen en uh, kleine bedrijfspanden, de SEM Basic. Dan hebben we nog de SEM Plus, die biedt dezelfde basisfunctionaliteit als de SEM Basic. Uh, daarnaast kunnen er nog acht extra meters worden uitgelezen via uh, Modbus. Uh, dus dat is een ander type kilowattuurmeter die onder andere ook meterstanden uh, en actueel vermogen kunnen doorgeven. Uh, dat maakt de SEMPLUS ook heel erg geschikt voor het afrekenen van energiekosten. Er zit ook een, uh, een facturatiemodule in, uh, waarmee bijvoorbeeld heel eenvoudig uh, facturen uit te draaien zijn voor uh, laadkosten, bijvoorbeeld. Uh, of als je een kamer uh, verhuurt, kun je heel eenvoudig de elektriciteitskosten verrekenen met de huurder. Um, nou ja, al deze zaken maken de SemPlus uh, geschikt voor, uh, nou ja, de wat grotere en complexere installaties, maar ook um, accu-systemen. En dat gaat natuurlijk een belangrijker worden in de toekomst, omdat die uh, modbusmeters meters die we hiermee gebruiken, die kunnen ook de, het laden en het ontladen van een accu-systeem uh, doorgeven. Uh, nou ja, daarnaast bieden wij ook diverse maatwerkoplossingen aan als, nou ja, de standaardfunctionaliteit bijvoorbeeld net niet uh, genoeg is dan een aantal belangrijke, uh, uh, nou ja, de adviesprijzen. Um, voor de, dit zijn adviesprijzen inclusief Nederlandse BTW. Uh, voor een SMB Basic, nou ja, die prijs begint bij 179 euro, En een plus 239. dan uh, kan je natuurlijk nog aangeschaft worden met een één fase of een drie fase kilowattuurmeter. Um, nou ja, voor de pulssensoren, voor bijvoorbeeld watermeters, dat varieert een beetje van 50 tot 80 euro en eventueel is het ook mogelijk om elektriciteitsmeters met een uh, pulserend ledje om daar een sensor uh, op te plakken nou ja, die, uh, 36, en die kost 36,30 euro. Er zijn nog een aantal extra mogelijkheden. Ten eerste SEM-display. We hebben vaak van bedrijven de vraag uh, gekregen of ze een groot display bij de hal bijvoorbeeld kunnen tonen uh, met bijvoorbeeld hun energieopbrengst uh, erop. Uh, dat is ook mogelijk. Dit display kan gevoed worden met gegevens uit de SEM. Uh, dus dat is gewoon een, uh, nou ja, het biedt een hele mooie uh, weergave die je gewoon de hele dag op het uh, display kunt laten staan. Dit is bijvoorbeeld bij ons in de, in de hal uh, als je ons bedrijfspand uh, binnenkomt. Nou, daarnaast hebben we nog een instralingssensor ontwikkeld. Die meet de daadwerkelijke zoninstraling op locatie waarmee het mogelijk is om uh, de theoretische productie eigenlijk van je zonnepaneelsysteem uit te rekenen. En dat vergelijkt de dus SEM met de daadwerkelijke productie. Dus daar rolt dan een, uh, nou ja, een performance ratio uh, uit. En daarmee is het dus heel eenvoudig om te zien hoe goed het zonnepaneelsysteem presteert. Uh, daarnaast is het ook heel eenvoudig om meerdere SEM's aan één gebruikersaccount te koppelen. Het is namelijk mogelijk om de SEM's zowel thuis als buitenshuis uh, te bekijken, zowel via de app als via een internetbrowser. Um, dus stel je bent een installateur en je plaatst SEM's bij meerdere klanten, dan kun je onafhankelijk van je klanten uh, kun jij al die SEM's, uh, indien je klanten dat natuurlijk ook goed vinden, uh, nou ja, zelf bekijken, zodat je eventueel zelf ook tijdig kunt ingrijpen bij eventuele storingen die je kunt, uh, kunt detecteren. Dat uh, sluit heel goed aan op het volgende punt. Het is mogelijk om notificaties in te stellen in onze app via e-mail en in het portal. Um, dus valt ergens bij een klant of ben nou, je zelf de eindgebruiker en valt bijvoorbeeld het zonnepindelsysteem uit of overschrijdt het uh, verbruiken bepaalde waarden, dan uh, kun je daar direct van op de hoogte worden uh, gebracht. Nou, dat uh, resulteert nog in een aantal. Uh, andere voordelen. Dat het als installateur dus ook heel makkelijk is om direct te reageren op storingen. Uh, je kan heel eenvoudig duidelijkheid bieden richting uh, de klant. En ook zekerheid, omdat, je dus, uh, omdat de klant ook weet dat jij een, uh, nou ja, ook een seintje krijgt als er iets aan de hand is. En in het geval van problemen of als de klant twijfelt aan zijn opbrengst, is het heel eenvoudig voor jou om mee te kijken met uh, je klant. Nou, dit was mijn presentatie. Dus ik uh, nou ja, zou het woord uh, nu weer graag overdragen aan uh, Wouter.